Goed eten. Goed trainen. En natuurlijk goed slapen. Dit is waardeloos advies. Zoals jullie zien ben ik nu in de loods, maar we moeten snel naar huis toe. Thuis gaan we namelijk iets voor de eerste keer doen. En als ik iets leuk vind, dan is het wel dingen voor de eerste keer doen. Want dat gaat altijd of goed, of buiten verwachting goed, of extreem slecht. En dat houdt het leuk en interessant. In dit vierkant hier gaat het gebeuren. Wat ik net heb afgeplakt, dat moet kennelijk de eerste Total Strength online workout worden. Ik zit een beetje in over het licht zoals jullie zien. Misschien zelfs wel goed voor de camera kwaliteit, maar ik betwijfel een beetje of ik over 10 minuten niet te veel licht in de camera heb, zodat mensen het een beetje slecht zien. Dit vierkant, waarvoor ik dat heb neergezet. Dit is precies wat je kunt zien met de camera. En dat vind ik wel een mooi voorbeeld van kleine obstakels. Dat als mensen zeggen, hoi, je zet je telefoon neer en je gaat er gewoon een thuistraining geven. Ja en nee. En je krijgt leuke kleine obstakels. Zoals, oh, heb ik niet te veel licht? Oh, hoeveel kunnen de mensen thuis zien? En als er natuurlijk straks een stuk of 10, 15 mensen in die app zitten, dan moet niet iedereen door elkaar heen gaan praten. Dus mijn instructie die moet ook heel anders worden. Ik kan namelijk niet vragen van, heb ik begrepen? Of ik kan iemand zijn lichaamstaal niet aflezen van, oh, die heeft het begrepen. Ik moet heel duidelijk zijn met mijn instructie. En dat vind ik altijd wel leuk, want daar leer ik zelf ook weer een hele berg van. Aan het begin van de video zei ik, goed trainen, goed slapen en goed eten. Dat is een slecht advies. Natuurlijk moet je dat gewoon doen. Alleen, ik zie deze tips te vaak op internet en mensen moeten er wel een beetje meer informatie bij geven. Jullie weten prima hoe je goed moet eten, goed moet slapen, goed moet trainen. Ga ik je niet nog een keer vertellen. Ik heb zelf 5 tips samengesteld waarvan ik zeg, die vind ik persoonlijk wat minder algemeen en wat beter toepasbaar op deze situatie. Tip 1. Train zoals je normaal gesproken niet zou trainen. En wat bedoel ik daarmee? Ik doe heel veel aan powerliften en ik hoeveel aan sterkste man trainingen. Dus ik zit altijd rond de 5 herhalingen of minder. Op het moment dat ik nu thuis bijvoorbeeld ga optrekken en ik ga dit 10 keer doen, dan ben ik hier niet goed in. Want het is een oefening die ik niet vaak doe en ik zit ook niet vaak in hogere herhalingen. Hetzelfde als dat ik hier straks een thuisworkout ga doen, ik moet natuurlijk een beetje improviseren. Het opdrukken et cetera zal me allemaal prima afgaan, maar op het moment dat ik zeg, oké jongens, we gaan nu een cardio circuitje doen van 10 minuten en we maken er een interval training van. Dat is iets wat lastig is voor mijn lichaam. Dus als jij bodybuilder bent of iemand die van spiermassa houdt of specifiek op spiermassa traint, ga juist nu in de tijden dat je slecht of helemaal niet kan trainen zelfs, pak eens een blok beton en ga ze op mijn manier trainen. Probeer eens een paar keer iets van een atlassteen na te doen. Of de blok beton boven je hoofd uitstoten. Als er maar 3, 4 of 5 herhalingen. Dus een compleet andere training. En omdat je lichaam niet gewend is aan of die intensiteit, of die herhalingen, of dat bewegingspatroon, deze oefening. Daardoor zal je lichaam dus veel harder moeten werken. En krijgt het een heel andere en positievere stimulans als dat het normaal zou krijgen. Tip 2.
Tip 2 is iets wat jullie eigenlijk ten alle tijden al doen en nu zeker zouden moeten doen, is een doelstelling zetten. Ik heb toevallig vanmiddag heel veel leden van mijn sportclub geappt. Hey, hoe gaat het? Doe je thuis nog iets? En heel veel mensen doen niks meer of die hebben geen motivatie op dit moment om iets te gaan doen. En hoe komt het? Ten eerste ik er niet ben en dus er geen motivatie is. Iemand die je helpt met de oefening, iemand die zegt dat je gewoon even lekker een keer door moet werken. Die is er niet. Dus je moet je eigen doelstellingen gaan zetten. De leden van mijn club die hebben schema's of de online schema's of noem maar op. Als je zelf nou een schema hebt gemaakt of je volgt iets, zoek bij iedere oefening een uitdaging. Al is het maar ik ga 1 keer meer opdrukken of ik ga 3 kwartier een rondje wandelen in plaats van een half uurtje. Of ik doe vandaag 1 à 2 oefeningen extra of ik ga deze week een keer extra trainen. Wat het ook is, al is het maar een kleine doelstelling, je moet iets hebben wat jou dus een beloning geeft als in dat heb ik goed gedaan. Oké, het is bijna zover. Ik ga hier de workout doen. Ik spreek jullie zo, want ik heb deze camera even nodig om natuurlijk het een en ander te filmen. En dan gaan we daarna eens even kijken hoe het ging. Als ik hier sta, hoort iedereen mij dan? Denk het wel, hè? Denk het wel. Kijk, dat is ook leuk. Doe ik ook eens een keer wat. Ja, normaal sta ik alleen met de oude hoeren. Yo! Doei! Heerlijke training. Ik hoop dat de leden mij een beetje hebben verstaan via de telefoon. Want het is voor het eerst dat ik dit doe. Zo echt online. Was super leuk om te doen. Ook al, weet je, heb je minder interactie met mensen. Je kunt ze natuurlijk niet zien. Je kan ze niet helemaal coachen omdat je hun gezicht niet af kan lezen natuurlijk. En even kijken of iedereen een beetje op niveau blijft. Maar we gaan even appen met de mensen. En dan gaan we eens kijken hoe dat beviel. Ik vind het in ieder geval super tof en super leuk om te doen. Tip nummer 3 is stressbeheersing. En dan denk je vast, ik heb geen stress. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet merken dat ze stress hebben. En ik zal ze een voorbeeld geven. Stress associëren heel veel mensen met woede, agressie, druk zijn en weet ik veel wat. Maar dat is, ja, een vorm van stress, maar niet de stress, de trainingstress, wat ik eigenlijk bedoel in dit punt. Die stress waar ik het over heb, dat is meer alsof je aan het trainen bent. Je volgt een trainingsschema van 8 weken. En op een gegeven moment denk je, oh zo, ik ga een tijdje niet meer vooruit. Lekker joh, die deload. Daar zit ik echt wel op te wachten. Je kijkt een beetje uit naar die deload. Mijn geluid staat aan. Oh jee, een appje. We moeten er zo vandoor. Dan gaan jullie ook even mijn Ferrari zien, want ik moet even iemand ophalen. Sorry voor de onderbreking, maar het is alsof je uitkijkt naar die deload. En dat je dan denkt, oh, ik ben even helemaal klaar met even lekker een weekje niks doen. Dat is stress. Ja, dat noemen we trainingstress. Opstapeling van stress. Maar als je nu toch alle tijd van de wereld hebt door deze corona om lekker thuis te gaan zitten en goed na te denken, dan moet je eens nagaan denken hoeveel stress je wel niet in een dag hebt. En hoe erg dat zichzelf opstapelt. Het gaat niet om dat je knallende ruzie hebt of agressie hebt of weet ik veel wat. Maar dat kleine beetje dat je denkt, oh, ik heb niet zoveel zin om te trainen. Of oh, ik zit er een beetje, laat die voeding maar even zitten. Een beetje je motivatie verliest. Dat zijn al de beginkenmerken van een lichte vorm van stress. En dat is niet slecht. Je moet het alleen wel in de gaten houden dat het niet te erg wordt. En over eten gesproken, dat is ook iets wat ik moet gaan doen. Wat mij nou eigenlijk te binnen schiet, wat ik eigenlijk wel afvraag. Zoals jullie weten, of misschien ook niet, zoals al mijn klanten in ieder geval wel weten. Ik drink eens in de week, drink altijd 2, 3 speciaal biertjes. Echt lekkere biertjes. Ik probeer altijd verschillende uit en ik hou dat ook allemaal bij in de app. Maar dan neem ik even een momentje voor mezelf. Mijn vrije avond, heerlijk, gewoon even genieten, rustig drinken. En mijn vraag aan jullie, hoe vaak drinken jullie bier in een week? Of alcohol, of weet ik veel. Drink je überhaupt? Laat even een reactie achter.
Nou, dat is alle twee dus niks. Alvast sorry voor het slechte beeld. Ik kan er even nu niks aan doen, want ja, het is avond. En ik heb geen zin om deze video morgen af te maken. Dus we gaan hem lekker nou afmaken. Om gelijk te vertellen wat tip nummer 4 is. En dat is dat de voeding natuurlijk ten alle tijden, en zeker nu, gigantisch belangrijk is. Kijk, ik doe aan powerliften, ik doe aan strongman. Ik probeer alleen maar aan te komen. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik kom er weg met een wit broodje. Weet je, als ik maar aan mijn calorieën zit, punt. Gewoon stampen met dat voedsel. Voor mensen die natuurlijk aan bodybuilding doen. Ik weet dat heel veel mensen op dit kanaal zitten die of naar spiermassa kijken of bodybuilding specifiek. Voor die mensen is natuurlijk voeding sowieso al belangrijk. Maar die komen daar niet mee weg. Dat je goed moet eten, weet je. Daar ga ik het niet over hebben. Wat je wel moet doen is eigenlijk net een calorie overschot hebben. En een fout die veel mensen maken is dat ze nu thuis zitten. Er zijn best wat mensen die thuis zitten. Maar die normaal gewoon 40 uur in de week lekker aan het lopen zijn. Heel veel calorieën verbranden. Dan zitten ze nu ineens stil en dan gaan ze ook in één keer de calorieën verhogen. 1 in 1 is 2 natuurlijk. Dan zit je in één keer in een overschot van misschien wel 700-800 calorieën. Afhankelijk van wat voor een beroep je doet. Dus, moraal van het verhaal. Ja, als je gewoon normaal aan het leven bent en je hebt geen last van de coronacrisis en je kan gewoon je werk doen, dan zou ik iets in een calorieoverschot gaan zitten, zodat je sowieso in het overschot zit en je dus geen spiermassa verliest, of in ieder geval minder snel. Op het moment dat je nu thuis zit, blijf gewoon ongeveer hetzelfde eten, want dan zit je waarschijnlijk ook in een calorieoverschot. Hoppakee, even pauze. We gaan even kijken of het niet wordt geschept hier. Ik wil langzaam rijden, zeg dat ik dan hekel aan. Ja, sorry voor de afleiding. Dan hebben we nog tip nummer 5 en dat noemen we materiaal. Dit is natuurlijk een perfecte tijd om materiaal te kopen. En niet alleen te kopen, te investeren in materiaal. En ik zeg bewust investeren. Want er zijn heel veel mensen die denken, ah, ik koop gewoon wat materiaal joh, voor thuis. En dan koop ik nu even wat goedkoops en dan ooit een keer doe ik het wel weg. Of weet je, ik ga gewoon weer sporten en bla bla bla. Dan hebben ze op een gegeven moment materiaal over. Op het moment dat je nu, zoals jullie weten, dat heb ik al 100 keer gezegd op dit kanaal. Als je nu kwaliteit materiaal koopt, dus alles 50 mm, zwaar, stevig. Ten eerste kan je er ten alle tijde van afkomen, want er is gewoon vraag naar. Hoe dan ook, als jij de persoon bent die al het 50 mm materiaal hebt, bijvoorbeeld een barbel van ATX, gewoon kwaliteit materiaal, dan ben je er zo vanaf en dan behoud je nog best veel waarde. Nummer 2 is, stel je nou voor dat thuis sporten en dat trainen, dat bevalt jou nou wel. Dan heb je gelijk ook al materiaal. Dus win-win. Terwijl als jij bijvoorbeeld 30 mm materiaal koopt, ten eerste kom je er nooit meer vanaf. Of je moet het voor echt een bodemprijs wegdoen. En misschien denk je wel, hey, weet je wat, dat thuis sporten bevalt me wel. En dan zit je met het 30 mm materiaal en vervolgens verkoop je het toch weer. Dus investeer in materiaal. Ik begrijp best dat heel veel van jullie misschien wat jonger dan mij zijn en denken, Raymond, ik heb niet zoveel geld, je hebt makkelijk lullen. Nou, dan hebben we iets gemeen, ik heb ook geen geld, zeker nu niet. Maar je kan simpelweg, hetzelfde wat ik ook doe, koop gewoon dan kwaliteit materiaal van Marktplaats. Hey, ah man, dit is voor alles een oplossing in het leven. Ik ben over een paar minuten op mijn bestemming. Laat even een reactie achter als je dit weer een leuke vlog vond. Dit was Raymond Schild, tot streng.nl. Ignite your fire and grow stronger. Sorry, oké, dit verliest dat licht uit.